Oei, waar zouden we zijn zonder zon? Lekker in het zonnetje. Maar we moeten natuurlijk wel oppassen dat het niet te heet wordt. Daar gaan we het over hebben. We gaan het hebben over de helderheid en vermogen van een ster. En onze zon is een ster, zoals je weet. Het gaat er dus om hoeveel straling geeft een ster. En waar is dat afhankelijk van? Nou, allereerst natuurlijk van de temperatuur. Ja, als je twee sterren hebt en de een is veel heter dan de ander, dan is het logisch dat die hetere ster meer gaat stralen. Ja, die geeft meer straling af. Alleen de temperatuur is van belang? Nee, niet. Stel je voor je hebt twee sterren, één piepklein sterretje en één is veel groter. Ja, dan is het natuurlijk logisch dat de grootte van een ster ook zal bepalen hoeveel straling zijn ster geeft. Een grote ster zal meer stralen dan een kleinere ster. Als die twee dezelfde temperatuur hebben. Dus ook dat is weer van belang voor de hoeveelheid straling. En de hoeveelheid straling van een ster, dat is eigenlijk het vermogen wat zijn ster uitzendt. Ja? En vermogen, ooit een keer gehad, en je weet het ongetwijfeld, symbool is de hoofdletter P en de eenheid is watt met dubbel T. En watt is eigenlijk joules per seconde. Goed, dat uitgezonden vermogen. Ja, is afhankelijk dus van de temperatuur. Let op, temperatuur moet in Kelvin. En de grootte van de ster, ja, wat moeten we daarvoor doen? Nou, dat hangt samen met het oppervlak van de ster, het boloppervlak van een ster. Ja, het staat in Binas, de formule. Formule is 4 keer pi keer r tot de macht 2. En deze zaken bij elkaar genomen krijgen we een prachtig mooie wet. En die heet de wet van Steven-Boltzmann en die zegt hoe je het vermogen kunt berekenen. En dit is hoe je dat gaat doen. Ja, afhankelijk van de temperatuur in Kelvin en tot de macht 4, afhankelijk van het oppervlak van de ster in vierkante meters. En je ziet dus dat de temperatuur meer van belang is tot de macht 4 en het oppervlak is gewoon oppervlak. En dat tekent hier de sigma, dat is de constante van Steven-Boltzmann. De eenheid die geef je cadeau. He, staat ook wel in Binas, zullen we zo meteen wel eventjes bekijken. En deze drie samen geven tenslotte het uitgezonden vermogen van de ster. En dat is in wat? Precies in joules per seconde. Wat ik zo net zei van Binas, natuurlijk constante van Steven-Boltzmann, dus Binas tabel 7. Daar hebben we hem. De constante van Wien hebben we vorige keer gehad. En vlak daarboven, klein stukje, stop maar, ho, ja. Prima, daar staat de constante van Steven-Boltzmann. Ja, en je ziet daar 5,7 keer 10 tot de macht min 8. En de eenheid staat er inderdaad keurig achter. Constante van Steven-Boltzmann, Binas 7a. En de Steven-Boltzmann, kijk, daar hebben we meneer Steven-Boltzmann. Leuk dat hij er ook een bij is. Daar staat hij. En ik wil nog even benadrukken, die temperatuur. Als de temperatuur twee keer zo hoog is, dan is vermogen plotseling 16 keer zo groot. He, dus is veel meer belang de temperatuur dan het oppervlak. Oppervlak twee keer zo groot, dan is vermogen ook slechts twee keer zo groot. Hoe groot is nou het uitgezonden vermogen van onze zon? Nou, daar hebben we ook Binas voor. Kijk, Binas tabel 32c, de zon. En daar aan de rechterkant, daar staat het uitgestraald vermogen. Nou, dus per seconde zendt onze zon uit 3,85 keer 10 tot de macht 26 joules. Ja, dat is per seconde wat. Dat komt gelukkig niet allemaal op aarde. Anders waren, ben ik bang, alle oceanen al lang verdampt geweest. Nee, op aarde krijgen we een klein stukje ervan. Ja, en dat is 1,4 keer 10 tot de macht 3, let op, wat per vierkante meter. Per vierkante meter en... Goed, we hebben natuurlijk meer vierkante meters op aarde dan één vierkante meter. Maar dat is de zonneconstante op aarde. Zoveel joules ontvangt één vierkante meter per seconde van onze zon. Hoe komt het nou dat het zo ontzettend weinig is vergeleken met het uitgestraald vermogen van de zon? Nou, let op. Kijk, stel je voor, dit is onze zon, of een ster maakt je veel uit, en die straalt het vermogen naar alle kanten op. Ja, dat betekent dus dat als je vlakbij gaat zitten, ja, dat is behoorlijk warm, maar als je verder af gaat zitten, ja, dat vermogen wordt steeds verdeeld over een groter boloppervlak. Dus het vermogen wordt steeds kleiner en kleiner, althans per vierkante meter. En het vermogen per vierkante meter,
dat wordt intensiteit genoemd. Nou, vermogen per vierkante meter. Dan kun je ook de formule wel een beetje raden, want de formule is dan intensiteit is vermogen gedeeld door het oppervlak P gedeeld door A. En A is het oppervlak, een bol oppervlak, hè, want de zon die, ja, gaat natuurlijk bolvormig uitzenden. Oftewel, het is P gedeeld door 4 pi r kwadraat. Kijk, daar hebben we die formule weer, 4 keer pi keer r kwadraat. Dat betekent dus dat de intensiteit afneemt met de kwadraat van de afstand. En omdat het afneemt met de kwadraat van de afstand, noemen we dit de kwadratenwet. Mooi, hè? Althans, ik vind het wel mooi. En zon, wie voldoet hieraan? Laten we eventjes dat bekijken. Kijk, hier hebben we de zon, aarde erbij, niet op schaal getekend zoals je ziet. En de zon, kon je opzoeken, het vermogen daarvan was of is 3,85 keer 10 tot de macht 26 watt. De aarde zit een behoorlijk stukje er vanaf. Ook opzoeken in binnen trouwens. En die is behoorlijk nauwkeurig. 1,4, nou, et cetera, keer 10 tot de macht 11. Deze afstand, dat wordt trouwens een astronomische eenheid genoemd. Nou, dat is een aparte eenheid die kan worden gebruikt binnen ons zonnestelsel om afstand te vergelijken met de afstand van de aarde tot de zon. Hoe groot is dan de intensiteit bij ons op aarde? Nou, het vermogen die wordt dus verdeeld over een bolvorm om de zon heen. En de straal daarvan is die astronomische eenheid. Dus als ik dat ga invullen, vermogen van de zon en R, afstand van de zon tot de aarde, dan krijg ik een intensiteit van 1362 eenheid, precies watt per vierkante meter. En dat zou dus gelijk moeten zijn aan de zonneconstante in minus 32C. Ga maar even snel bladeren. En wat staat daar? Nou, dat komt mooi in de buurt. 1,368. Dus netjes, dacht ik zo. En dat is waardoor je lekker bruin kunt bakken in de zon. Een krabbeltje gaan doen. En wat is? Hier, einde. Nee, nog niet. Want wat is nog nodig? Precies. Vergeet niet in te smeren. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.